olifanten, olifanten, olifanten. Deze man denkt echt, wat is hij in godsnaam aan het doen? Maar we gaan vandaag naar het Elephant Nature Park. What? Het is 7 uur, ik word om 8 uur opgehaald en ik heb ongeveer een half uurtje nodig om naar mijn oude guesthouse te lopen. Yep, that's right. Ik ben weer op tijd. Eén maar, ik moet nog even ontbijten, maar ik ga kijken of ik dat gewoon onderweg kan scoren. Oké, ik ben dus eigenlijk wel heel erg vroeg, moet ik zeggen. Want volgens mij is het nu 7:15. Ik dacht dat ik een half uurtje nodig had om te lopen. En ik ben er al bijna. Mooi, kan ik even ontbijten. Ik heb een ontbijtje besteld en daarbij kon je kiezen tussen thee, koffie of Ovaltine. En ik heb geen idee wat Ovaltine is. Ik zie het overal en ik wil het heel graag proeven. Ja, deze tafel is een aquarium. Eerst dacht ik, hey, vet, maar ik had laatst de cove gezien. Ja, thanks hè, die images krijg ik dus nooit meer uit mijn hoofd. En nu vind ik dit aquarium dus ook niet per se heel chill of zo. Ovaltine tasting, daar gaat hij dan. Gewoon een beetje een waterige chocomel. Of is het gewoon chocomel en hebben ze deze toevallig met water gemaakt? Prima. Smaakt lekker. Lol, ik kon niet kiezen tussen een broodje gebakken ei, of in dit geval een bagel gebakken ei, of de croissantjes met boter en jam. En ik heb dus gewoon allebei genomen. Nice. Ik zat daar dus gewoon op tijd en dat vrouwtje van de guesthouse zei, ah, ze komen meestal om 8:30, doe maar rustig aan, blablabla. 5 minuten later stonden ze voor de deur. En ik zat er klaar voor. Oh my gosh, kijk dan. Oh, en we mogen ze nu voeren. Gaat hij dan hoor. Oh ja, ze willen watermeloen, dat vinden ze lekkerder. De komkommer is veel te gezond. Oh my gosh, oh my gosh. Hier. Oh my gosh. Oh, dit is wel echt heel bruut. Oké, gaat hij weer. Hier zo. Wauw. Check dit. Oh my gosh. Oh my. Hier you are. Wauw, ik voel me nu echt een kind. Dit is echt amazing. Wat is dit bijzonder zeg. En deze dag is net begonnen. Kijk, ze hebben hier ook allemaal advertenties voor honden die je kan adopteren. Ik zou er zo eentje meenemen als het zou mogen van Stefan. Maar hij is er super bang voor. Hij wordt altijd heel zenuwachtig van dieren om zich heen. Hi Elizabeth. Dus als jij misschien een hondje wil, dan kan je die hier eentje halen uit Thailand. Oh Gossie, kijk dan. Van Jenna Marbles geleerd dat je niet zomaar elke hond mag aaien. Maar Gossie, maar deze ziet er wel. Ik doe voorzichtig hoor. Hey. Oh. Gossie. Oh, kijk dan. Jeetje man, ik zou je zo meenemen. Wauw, wat een schatje. Kijk dan, dit is toch ultiem geluk als je een hond zo ziet liggen. Of elk ander beest. I love it. Hé hey, schat. Ik hoop dat je snel een fijn thuis vindt. Oh, gossie. We mogen nu even chillen met de olifanten. Dit is bizar. Dit gevoel is echt... Ik weet niet. Het lijkt wel alsof ik mijn tv in ben gelopen of zo. Kijk dan. Kijk dan. Er staat een olifant. 3 meter voor me. Ongelooflijk. Ze is 70. Dat is een oud vrouwtje. Wauw. Ze denkt dat we misschien eten hebben. Ze komt nu op ons aflopen. Dit is bizar. Wauw. Komt er nog eentje aan hoor. Oh my gosh. Dit is ongelooflijk. Sasa? Hi Sasa. Je moet dus niet voor ze staan, want soms dan slaan ze naar voren met die slurp. Oké, ik mag haar aaien. Dit is echt holy schnitzel. Wow. Ik aai een olifant. Oh my god, ik aai een olifant. Wat? Dit is bizar.
Oké, weet je wat echt bruut is? Ze controleren de olifantenhuurders niet. Dus als er eentje besluit om te gaan rennen, dan gaat hij gewoon rennen. En dan moet je gewoon aan de kant. And I love it. Het is gewoon, de olifanten zijn de baas. Dani, je moet dus hun naam zeggen, want anders weet ze niet dat je naast ze staat. Wow. Dani, can I pet you? Oh. Dit is, ze is zo gigantisch, moet je kijken. Wauw, maar zo prachtig. Hey Dani. Dani, how are you? How are you feeling today? Hi beautiful. Oh, dit is zo bijzonder. Dit moet je echt doen als je in Thailand bent. Wauw. Ik heb nog nooit een buffet meegemaakt waarbij ik 90% van het buffet kon eten. Het is een vegetarisch buffet en waarvan ik 90% van het buffet wilde eten. Dat is echt ongelooflijk. We hebben hier achter papaya salade, tofu, avocado salade, daaronder zit mango salade, groenteroerbak, weet ik veel, nog meer groenteroerbak, tomatensalade, koolsalade. Ongelooflijk, alles ziet er zo lekker uit. Dit is echt super tof. Ik heb net deze mensen ontmoet uit Texas. Dit is Debbie, right? Yes, Debbie. Mickey. Yes. Jim. Hello, darling. En May. Super toffe mensen. What did you think about the elephants? I love the elephants. Yeah. Oh, yes. Especially the baby. Yeah, it's so cute. Watch where we step, though. Yeah. They're huge. It's wonderful work that they do here. Lame elephants. It's absolutely yeah. Everyone should, if you can't come here, at least read about it. For sure. It is saving so many elephants. And Devana is available as a travel guide. Yes. For sure. She is a wonderful conversationalist. World traveler. She is very smart. So, you guys out there, we understand she's got a boyfriend. That's so That's so sweet. And you guys are also very, very nice people. It's amazing. So nice meeting you. Nice meeting you. Dit is de kitty chill out spot. Check dit. En die tafel is ook echt voor hun gereserveerd. Ik mag daar niet zitten. Hoe awesome is dat? Dit is insane. Dit is zo, zo, zo bijzonder. En als je dan in de ogen van zo'n olifant kijkt, ongelooflijk. Wauw. Er zit dus tot hier bot in de neus en dit is allemaal spier. Kijk, 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 kijk. Yummy, watermeloen. Kijk, wat een blij koppie. Schatje. Ja, lekker hè? That is Adeline? Yes. How do you pronounce it in French? Adeline. Love it.
En Adeline is een zookeeper, oftewel een verzorgster in een dierentuin in Parijs. Or the Paris Zoo, right? The Paris Zoo. Paris Zoo? Yeah, yes. De Parijse dierentuin. Super awesome. En ik Zoo de Vincennes in French. What? Zoo de Paris. Zoo de Paris. Yeah. Oh yeah. Talk French to me, baby. Awesome. En ik had haar eventjes gevraagd, weet je, wat vind jij dan bijvoorbeeld van dieren in gevangenschap? I'm just telling them when I asked you, what do you think about animals in zoos? En toen zei ze van, weet je, het is zoveel beter dan vroeger. En sommige dieren kunnen we alleen nog maar in de dierentuin zien, omdat we ze gewoon goed verzorgen. En het is bijna onmogelijk voor hen om in het wild te werken. Dus ja, dat is ook een perspectief. Ik sta altijd open voor andere perspectieven, weet je wel. Hoewel het natuurlijk nooit chill is dat het zo in elkaar steekt, heeft zij ook gelijk. En is het wel gewoon goed dat we op die manier dieren kunnen onderhouden. Ik ben terug en ik ga heel even eten. Ik heb een pizza broodje besteld, omdat ik heel veel trek heb in pizza. Komt niet vaak voor, maar ik heb nu echt trek in. Maar ik wil geen gigantische pizza eten, omdat ik vanavond nog foodfest in de planning heb. En een mango lassi. Ook heel veel trek in. Ik ben net even terug in het hostel geweest om even mijn pinpas op te halen en de bus morgen naar Bangkok te boeken. Ik heb mijn verblijf in Bangkok ook geboekt. Yes, alles is geregeld. Hoe vet was het meisje trouwens? Amazeballs. Natuurlijk heb ik er ook geld gegeven. Ik wilde dus net mijn was gaan doen en toen dacht ik, maar dat hoeft niet, want vrijdag ben ik thuis en dan kan ik gewoon weer wassen in mijn eigen wasmachine. Zo fijn om naar huis te gaan. Hoe picture perfect ziet dit er weer uit? Theme song van vandaag is natuurlijk in your head, zahame, zahame, hey. Awesome. Ik ben echt zo belachelijk happy. Ik heb nog nooit zo'n lange happiness streak gehad. Dat je zoveel dagen achter elkaar wakker wordt met is this real life? Ik wil mensen knuffelen. Ik wil huppelen op straat. Het is ridiculous. Ik voel me zo gelukkig. Het is echt niet normaal. En deze zit echt te kijken wat de hel is aan het doen. Zie je, dit bedoel ik. Ik ben echt gewoon, I don't know. Ik wou echt dat ik een beetje aan je kon doneren. Want af en toe is het een beetje te veel. Dan denk ik echt, oké, Yves, nee, je kan nu niet zomaar mensen gaan knuffelen. Stop. Gewoon echt ridiculous, ridiculous. It's amazing. Vandaag was natuurlijk een belachelijk hoogtepunt. Is this real life? Where am I? En nee, ik ben serieus over dat mensen knuffelen. Ik gaf echt de tourguide na de tour zo'n knuffel. Ik zag haar echt zo, wat doe je? Toen dacht ik echt, Yves, stop. You're scaring people. Maar ik ben wel echt zo ridiculously happy. Nou, dat liep eventjes anders dan verwacht. Ik ben naar de markt gegaan en heb daar gegeten. En toen weer terug naar mijn hostel waar ik gewoon ging slapen. Verder niks boeiend. Weet je, ik ga de vlog gewoon hier even mee afsluiten. Omdat gisteravond niet is gelukt. Dankjewel dat je erbij was. Dit was echt amazing. De olifanten zou ik niet gezien hebben als ik jullie tip niet had gehad. En niet daarvoor was teruggekomen. Thank you. Echt waar. Ik ben zo blij dat ik dat heb mogen zien en meemaken. Als je geabonneerd bent, dan zie ik je natuurlijk morgen weer. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, oh my god, dit was echt een hele vette video. Ik wil meer van dit. Klik dan hier om je te abonneren en dan krijg je alle toekomstige travel updates. En mocht je zoiets hebben van, nee, nu meer travel vlogs, dan kan je hierop klikken en dan kan je alvast de vorige zien. Daarmee kom je ook bij de afspeellijst van de travel vlogs. En dan kan je ook oude travel vlogs terugkijken. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.